Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft gisteren Orange Day gevierd. Orange Day is op 25 november 2013 door de UN Women in leven geroepen en wordt op de 25ste van elke maand herdacht. Op deze dag wordt aandacht gevraagd voor alle geweld dat vrouwen wereldwijd wordt aangedaan. Minister Mike Nuchalim geeft aan dat het ministerie ernaar streeft om het geweld tegen vrouwen in Suriname naar nul te brengen. Nou, laat me zeggen dat twee delen. We hebben, zoals u dat daarnet zei, 25 november onze jaardag, stadkundige onafhankelijkheid. Dan zijn wij 44 jaar. Bijna zeg ik altijd tweede generatie, want één generatie is 40 jaar. Dus we gaan lekker naar onze tweede generatie, jonge Surinamers om het zo te zeggen. En u ziet daar kinderen van de peuterschool, kinderen tussen 2 en 3 jaar. Die wilden vandaag met ons de dag inluiden, om het zo te zeggen. Maar het toeval wilde dat wij ook op deze dag Orange Day vieren. Nou, Orange Day is niets anders dan waarbij we elke 25ste van de maand onze omgeving oranje kleuren. En oranje is een internationale kleur gekozen. Wereldwijd hebben meer dan 100 zoveel landen gezegd, luister, wij zijn tegen elke vorm van geweld, huiselijk geweld, met name partnergeweld, fysiek geweld, geweld tegen kinderen. We zijn tegen dat alles en we gaan zorgen ervoor dat wij dat kenbaar maken. De minister zegt verder dat investeren in preventieve maatregelen belangrijker is dan wachten tot er meer slachtoffers van geweld genoteerd worden. En we hebben besloten, omdat wij ook 25 november tot 10 december een periode internationaal inluiden als 16 Day of Activism, waarbij wij dus alles gaan doen om in die 16 dagen activiteiten te ontplooien, NGO's, maatschappelijke groepen, ministeries, om onze standpunten niet alleen duidelijk te maken, maar alle maatregelen te treffen om dit te vermijden, te voorkomen. We hebben recentelijk het rapport gehad van de IDB, welke dus uitgekomen is dat 1 op de 3 Surinamers vrouwen die eens een vorm van huiselijk geweld hebben meegemaakt. En dat is erg, dat is erg. En we weten wat de gevolgen zijn, we weten wat de gevolgen zijn voor het kind, we weten wat de gevolgen zijn voor het slachtoffer. En het heeft ook zijn impact op die samenleving. En als ministerie van Binnenlandse Zaken, waarbij wij een heel belangrijk beleidsgebied hebben, dat is genderaangelegenheden, waarbij wij ook gender equality voorstaan en alles eraan doen om dat te bewerkstelligen, is dit een van de dingen. Elke vorm van geweld, huiselijk geweld, partnergeweld, daar gaan we tegen. Minister Mike Nuchalim van Binnenlandse Zaken. Het ministerie heeft gisteren Orange Day gevierd.